Ja, er gaat een grote kentering komen, zoals de afgelopen jaren duidelijk geworden is. Het pensioenfonds, pensioenstelsel zoals we dat hebben, loopt op zijn eindje. De illusie van zekerheid is doorbroken. Pensioenen zullen onzeker zijn. Of het ook inderdaad zover zal gaan dat er vrijheid gaat komen voor het kiezen van een pensioenuitvoerder, dat is wel wat de politieke jongerenorganisaties bepleiten. Dat voorzie ik, laten we zeggen, de komende 10 jaar nog niet. Generatiepact is een overeenkomst tussen de jongerenorganisaties van FNV en CNV en 3 grote oudere organisaties. Waaruit blijkt dat ze het eens zijn over hoe het verder moet met de pensioenen. Dat is overigens groot nieuws, want het beeld in de media is steeds dat ze het alleen maar oneens zijn met elkaar. Nieuw is dat al deze 5 organisaties kiezen voor het uitsmeren van schokken op financiële markten. Zodat ouderen niet meer geconfronteerd worden met grote kortingen ineens. Maar dat ouderen ook accepteren dat er al bij wat hogere dekkingsgraden toch kleine kortingen op indexatie zullen plaatsvinden. Daar staat tegenover dat jongeren dus accepteren dat ze de volledige prijs moeten betalen voor hun pensioenopbouw. En dat het niet meer zo is dat ze op kunnen bouwen tegen prijzen die eigenlijk lager zijn dan wat nodig is om de rechten van ouderen te beschermen. Maar dan is er ook nog een jongerenpact afgesloten. Ja, er is ook een jongerenpact afgesloten tussen de jongerenorganisaties van VVD, D66 en PvdA. Dat lijkt op het eerste gezicht een heel ander akkoord. Zij gaan uit van een zogeheten DC-systeem van volledig individuele rechten, waarin ieder individu zijn eigen keuzes moet maken. Overigens is het bij nadere beschouwing wel zo dat die akkoorden een stuk dichter bij elkaar liggen dan je misschien zou denken. Waar zitten dan wel de verschillen in, de wezenlijke verschillen? Een van de wezenlijke verschillen is de mate van keuze die toegelaten wordt. De politieke jongerenorganisaties pleiten voor vrijheid voor het kiezen van de pensioenuitvoerder. Waarbij er dus plotseling heel veel mogelijk is. Terwijl de jongeren- en ouderenorganisaties kiezen voor enige vrijheid, maar binnen een gegeven pensioenuitvoerder. Het grote verschil is dat in het akkoord van de politieke jongerenorganisatie de deelnemer zelf heel grote beslissingen moet nemen. Terwijl in het generatiepact de beslissingen worden voorbereid door specialisten en dat daarna nog enige keuzevrijheid is voor het individu. Hebben al deze leuke overeenkomsten ook toekomst? Ja, dat denk ik wel. De Tweede Kamer weet natuurlijk ook heel moeilijk hoe nu verder te gaan met de uitwerking van het pensioenakkoord. Het beeld in Nederland is dat jong en oud alleen maar tegenover elkaar staan. Dus ik denk dat met name het gegeven dat jong en oud het eens zijn over de hoofdlijnen en in grote mate overigens ook aansluiten bij het pensioenakkoord, dat dat ook politiek een heel belangrijk signaal kan zijn hoe verder de komende maanden met de uitwerking van het pensioenakkoord. Betekent wel dat het hele begrip van solidariteit losgelaten gaat worden. Dat is toch echt een fundamentele verandering. Het begrip solidariteit wordt voor heel veel verschillende dingen gebruikt. Solidariteit wordt vaak ook als een dekmantel gebruikt voor een stuk intransparantie. Ik denk dat we de kant op gaan dat er wel degelijk solidariteit blijft met verschillende tussen verschillende groepen. Ik denk dat jong en oud ook uitstralen dat ze best een bepaalde mate van solidariteit met elkaar willen. Maar dat ze het wel heel belangrijk vinden dat het pensioenstelsel veel transparanter wordt. Dat er helder gedefinieerde eigendomsrechten zijn voor elke groep. Dat er niet een pensioenfondsbestuur geld zomaar zonder verantwoording daarover kan overhevelen van de ene groep naar de andere groep. Tegelijkertijd denk ik wel dat als daar een verhaal bij verteld wordt waarom een pensioenfondsbestuur kiest voor een bepaalde solidariteit, dat er een stuk solidariteit in het stelsel overeind kan blijven.